Hé hey, schat, hey, wat ben je allemaal aan het koken? Sukkel. Sukkel. Wat heb je allemaal even weer vandaag gedaan dan? Op de maandag van 25 september 2017. Is dat weer 2017? Dat gaat ook, hè? Ja, hard, hè? Ja, gaat heel hard. Nee, ik was even wat aan het prutsen op de training. Ja. En dat is weer een rollenspel. Oké. Okay. Ja, dan moet je dus 5 minuten voorbereiden. Ja. Je krijgt een casus van er is een storing. Mm-hmm. Dit hebben we gemeten. Ja. Ga maar aanbellen, ga maar vragen stellen. En dan moet je aan de hand van die vragen even heel snel uitmaken wat precies de storing is en hoe het op te lossen is. Dus dat was weer een pittige dagje voor je. Een pittige dag. Mijn collega zegt van nou, ik snap er helemaal niks van. En even time out. Ik wil even de service desk bellen. En ik wil even de roep vragen. Dit en dat. En duurde nogal. En ik denk van, dan gaat het moeilijk worden voor mij. Ik was nummer 2. Dus ik denk van, er is ergens een storing in het modem. Want dat zit niet helemaal goed. Dat staat waarschijnlijk op zolder. Dat bleek niet op zolder. Dat bleek gewoon in de meterkast te zitten. Maar hij bleek dus 3 televisies geïnstalleerd te hebben. Ik van, dan zou het kunnen zijn dat er iets is met splitters. Ja. En dat bleek het geval te zijn. Maar dat je splitters weghaalt, sluit het modem weer aan op het aansluitpunt. Mm-hmm. Perfect. Mooi. En dan de televisie weer terugzetten. Nou, probleem opgelost. En ze vond het heel snel gaan. Binnen 5 minuten was het klaar. Zo, dat gaat heel snel. Inclusief de intro, de ijsbreken, het afronden, het salesverhaal, de navraag, de enquête, de NPS heet dat. En ze vonden van, dat is snel opgelost. Mooi. Oké, nou, kritiekpunt. Ja, je zei dat en dat. Je zegt van, ja, ik laat de klant doen van, ga maar speedtest. Want ik kan dan mezelf mijn eigen dingetje doen. Dus dan kan je, ja, dat is gemanipuleerd. Als de klant zegt, nou, gaan we dat samen doen. Doe het op je eigen machine. Dan is dat niet gemanipuleerd. Dan kan hij geloven wat ik zeg. Nou, kan hij het zelf zien. Nou, ja, oké. Er is wat voor te zeggen. Dat is mooi. Dus dat is een 8,5 waard, geloof ik. Mooi. En je had gekookt, zei je, zuurkool? Ja, ik had zuurkool gekookt. En wat een leuke t-shirt heb je aan. Ja, dat is een bananen-t-shirt. Gaan we niet eten, overigens. Gaan we dit even lekker stampen. Nou, ik laat jou lekker bezig. Ja, is goed. En dan zie ik jou later. Ja, is goed. Met eten. Met eten nog wel? Ja. Misschien dat jij ook wat krijgt. Misschien. Oh, dat is erg. Misschien nog wel. Nou, bij deze sluit ik onze maandag vlog weer even af. Ik ga zo lekker naar bed. Het is 11:45. Mijn mannetje is nog eventjes in mijn meisje aan het lopen buiten. Dus ja, tot van de week met onze andere vlog. En dan hoop ik dat die een zon of een zaterdag of op een zondag online komt. Maar dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. En anders hooguit de volgende week. Dus als jullie dit weer zien, dan is het weer een week verder. Nou. Zo, ik neem jullie even mee in de slaapkamer van mij. Hier is ook even mijn meisje. Want die slaapt ook eigenlijk altijd bij mij op bed. Maar wel gewoon op haar eigen deel. Hè? Op jouw eigen deel, hè. Vind je het weer een beetje warm? Vind je het weer een beetje warm, schat? Vind je het weer een beetje warm? Hm? Oké, kusjes. Hm? Ook kusjes voor jou, dankjewel. Ja. Geduld. We beginnen hier gewoon even overnieuw. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is lekker vroeg in de ochtend. Het is nu, nou ja, lekker vroeg, maar het is nu, mag ik niet liggen, 10:25. Het is nu 10:25. Ja. En ik lig nog lekker eventjes in bed met mijn meisje, wat jullie wel kunnen zien.
Dus ja. En we gaan er ook zo meteen uit. Want ik krijg zo meteen bezoek om 11 uur. Dus ik mag rapido uit. Wassen. Aankleden. En gaan met die banaan. Ja. Zo, ik ben weer aan het lopen met mijn meisje en ik heb weer even mooie foto's gemaakt van paddenstoeltjes. Dus die komen deze week eventjes gelijk in de vlog terecht. Dus mochten jullie de paddenstoelen nou leuk vinden, doe even zo'n blauw duimpje omhoog. Dan ben ik weer blij. Kijk eens! Ga eens maar zitten dan. Ga eens maar zitten. Ken jij je wel? Dat ken jij wel. Ga eens maar zitten dan. Hé. Hey. Dit met. Ga nog even lekker rennen. Dan ga ik hier zitten. Hi. Heb je er geen zin in om te gaan rennen? Nee. Het is lekker weer vandaag, hè? En dat zo op de dinsdag. Ja. Dinsdag 26 september. Om 6:15. Ja. Lekker nog even naar buiten. Ja, we zijn blij. Heel blij. Kom maar. Kom eens hier. Ja, kom hier dan. 1, 2, plankie. Ja, goed zo. Hé, hey, Tutto. Tutti. Kijk eens hier. Kijk eens daar. Oeh. Nou, wees. Wat is er dan? Niet? Wil jij niet op en op de camera? Nou! Nee! Ik ben zielig. Heel zielig. Kom eens hier. Kom, weet je? Ja, kom hier. Lekker bij me. Ja, goed zo. Huh? Lekker kind van me. Oeh, ik zie wat anders het lukt. Dan gaan we nou lekker in de pas. Ze rennen, doen we lekker. Niet. Nee. Gaan we lekker niet doen. Echt niet. Gaan we lekker niet doen. Ga je lekker vast. Zo, ga slapen. Ik ga slapen. Leunt ook helemaal tegen me aan. Nee. Leunt ook helemaal tegen me aan. Moet kijken. Nee, en blijft. Gaat en naar de overkant. Loopt zij naar de overkant. Omdat je ook heel eng bent en je bent vals en je bijt. Dat. Ze weet ook niet wat ze wil. Nee. Hi. Hoi, lekker dingetje van me. Hi. Hi. Je hebt het maar druk hè vandaag. Ja, een beetje te druk.
Ja. Nog in de file gestaan, haast hier naartoe. Ja. Zometeen weer haasten naar het buurtpreventieteam. Wat gezellig. In de buurt. De buurt wil veilig maken. Onveilig maken nog wel. Ja, dat ook. Anders hebben we niks te doen. Nee, precies. En de corporatie wil nog wat brieven hebben. Dus die moet ik aan de voorzitter geven. Ja. En of jij komt bij BPT, dat weet ik even niet. Dat heb je niet opgegeven. Nee. Moet dat dan bij jou? Ja, dat moet. Nee. Eigenlijk wel. Eigenlijk niet. Nee, ik vind het van wel. Nou, ik kan niet. Nou, als jij het vindt van niet, dan zijn we het daar ook wel eens. Ja, precies. Ja. Dus, maar had je al gegeten? Nee. Ook geen soep? Ja. Dus had je wel gegeten? Ja. Ah. Zitten we tegen mij te neppen dus? Ja. Oké, okay, dan is het goed. Vind ik leuk. Dat is mooi. Zijn we het daar over eens? Ja. Dan heb ik 1, 2, 3, 4 weken niet opgekomen. 1 probeert het en 1 is later. Dus dan zijn we met z'n 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5, 5 zijn we dan. 5 En ik kan misschien. Ja, misschien. Dat is een heel misschien. En iemand die gaat proberen. Dus dan zijn we met 5, tenminste, of maximaal met 7. En 3 misschien's. Je had al een sleutel voor mij? Of wil je nu nog even houden? Die hou ik nog wel even. Oh, oké, okay, dat is goed. Toch wel? Nog 3 weken. Ja, is goed. Veilig en wel. Moet ik nog wat voor je maken voor ik wegga? Nee hoor. Nee? Nee. Hoeft het al niet meer. En we eten straks wel nog even samen. Is goed. Ga ik je zien. Tot straks! Doei! Nou, dat was dus mijn ventje. Die gaat nu pluiten, jongens. En ik ga ook even nu mijn spelletjes doen. Dus lekker bezig! Tot ziens. Kan je wat zien? Ja, ik wel hoor. Jij wel, oké. Okay. Dus, hondje. Ben jij heel lief dan? Ben jij lief dan? Pas op. Pas op. Nee, af. Pas op. Pas op. Pas op. Nee, pas op. Ja, af. Blijf. Nee. Ga zo. Oh. Nee. Los. 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 Kom maar. Pakken. Dat is 1. 1. Waar is die tweede dan? Hier. Hé. Hey. Daar, hier. Oh ja. Ga eens nog een keertje zitten. Kom eens hier. Zit. F5. Andere F5. F5, doei. F5. Dubbel. Ik wil dubbel. Ja, nog eentje. Niet? Zachtjes, hè, met je snuit. Ga zit. Oeh, blijf. I5. Nee, goeie I5. Nee, goeie, nee. Juist. I5. Goed. 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 Goed hierop. Nee. Goed. Goed. Koek, koek. Hé, wil je nog wat lekkers? Goed. Goed. Goed zo, allemaal buiten. Goed zo. High five. Nog een keertje high five. Ja. Zachtjes, hè. Ik hou van jou. Kijk, kom eens hier. Kom eens hier. Ga zitten. Ja, joh. Ga zitten. Zeg maar, lieve kijkers. Ik vind mijn vrouwtje heel lief. Ja, ik vind mijn vrouwtje heel lief, hè. En we wensen dan ook iedereen een hele fijne avond en morgen weer een hele fijne dag. En dan gaat de politieauto met zwaarlichten. Joei! En tot van de week maar weer. Doei!
Zo, we zijn wel een beetje erg laat met eten geweest, maar oké, het was druk, druk, druk vandaag. Het is nu 11:55, bijna middernacht. Mijn mannetje is er nu nog, maar hij gaat zo meteen lekker naar huis. Want het is weer straks weer de vroeg op voor hem. Dus dan word ik weer alleen wakker. Maar dat maakt niet uit. Het is ook wel even lekker. Schat. Hi. Hi. En ik zit gezellig in met mijn moeder aan de telefoon. Ook dat nog, ja. Dus ja, ach wel ja. Dat komt allemaal wel weer goed. Niet dan, precies. We staan nu bij Flyover. Ja. Net heb jij theorie gedaan. Ja. Deel 1 was je... prima geslaagd. Ja. Deel 2 en 3, dat waren nog wat strikvragen in. Dat is een beetje jammer. Ja. En er waren 2 vragen bij. Kon je toetsen wat je wil? Dat ding accepteerde het niet. Niet? Heel irritant. Ah. Oh. Dus jij tegen mij van eerst fietsen, dan de voetganger. Dus ik had het netjes opgeschreven. Ja. En nou, Tony kwam, antwoordde. En dit en dit en dit. Nou, niemand had het goed natuurlijk. Maar ik zag wat jij mij had gemeld van, eerst dit dan dat. Oh ja. En dat bleek goed te zijn. Mooi. Toppie. Ja, goed hè? Heel goed. En dan lekker niet Belgische wafels, want die zijn een stuk minder zoet. Lekker erg, hè? Erg lekker. Ja. Niet die gesuikerde dingen. En nou ben je toch niet te verstaan, nee. Dat is toch geld weer? Ja. Nu ook motorrijbewijzen, motortheorie. En Tony, en dat is de beste leraar. Ja. Die weet het heel goed te brengen, heel goed uit te leggen. Ja. Met tekeningetjes erbij en uitleg. En dan gaat hij vragen van wie zegt dit en wie zegt dat. Ja. Nou, dus meestal 50-50. Meestal. En dan zegt hij van, nou, waarom dan? En dan kijkt hij een van de leerlingen aan met zijn priemende ogen. Ja. Hi Tony. Hallo, hallo. Wilt u ook nog wat vertellen? Nee, ik ga lekker naar huis. Oké. Okay. Ja, vertel dat je naar huis gaat. Ja. Fijne avond. Fijne avond. Doei, doei. Hoi. Dat was Tony. Een van de beste. Mooi. En ja, kijk dus aan met priemende ogen. En dan durft niemand meer het goede antwoord te geven. Ah. Maar soms kan je er wel deurvallen, die zeggen toch een antwoord. En dat blijkt ineens goed te zijn. Alleen vraagt hij van, waarom? Denk ik, ja, heb ik het fout beantwoord? Nee, niet fout beantwoord. Moet het argumenteren. Als je niet kan argumenteren, dan is het alsnog fout. Ja. Dus ja, je moet nadenken bij Tony. En dit was weer de woensdag. Nou, ik ben dus nu onderweg naar de huisarts. Want ik heb een afspraak gemaakt bij de huisarts. Dat is wel versprekend als je dus naar de huisarts toe gaat, lijkt mij. Want... ik slaap momenteel heel erg slecht. Als ik slaap, dan is het maar 2 uurtjes en dan ben ik alweer wakker. En ook al heb ik een zware hersenschudding, als ik slaap, dan heb ik wel, dan ben ik wel moe. En omdat ik gewoon niet in slaap kan komen, blijf ik gewoon eigenlijk op bed liggen om toch mijn lichaam mijn rust te geven. En dan kom ik gewoon eigenlijk onwijs laat mijn bed uit. Wat ook niet echt bevorderlijk is. Maar ik wil even weten wat de huisarts gaat zeggen erover. Dus blijf me volgen. Een blauw duimpje omhoog. Sowieso. Als je op de hoogte wil blijven. En doe het belletje aan. En abonneer op ons kanaal. Ja. Ik ben soms weer op de hoogte wat de huisarts gaat zeggen. Yep. Nou, ik loop dus nu omhoog richting de huisarts. Weet je wel ook ongeveer hoe dit er hier uitziet. Je kan op meerdere plekken naar binnen. En dit is er één van. Ja, precies. Dit is hier weer één van. Het is hier wel lekker licht. Dat je wel kan zien. Waar ik nou aan begonnen ben, Joost mag het weten, maar ik ga een puzzel in elkaar zetten.
van wel liefst 1000 stukjes. Ja. Dus ja, waar ik aan begonnen ben, ik weet het niet, maar ik ga het wel doen. En dat voor een heel goed doel. Ja. Inderdaad, op naar de volgende. Kijken hoe het gaat worden. Ja, en ik neem jullie lekker mee. Hey, hartstikke idee. Zo, en waar lopen we nu? Door het park. Mooi. En onderweg, waar naartoe? Onderweg naar de vergadering. Welke vergadering? Die ene. Oh, die ene? Ja, niet die andere. Oh. Die volgende week. Die is volgende week. Ja. Dat is het. En wie gaat schrijven? Ik ga schrijven. Ik heb de pap bij me. Schrijfpap. Mooi zwart. En wat hebben we nou net gezien? Een vlog. Een YouTube-vlogje. En van wie? Van Enzo Krol. Enzo Knol. Knol? Man, we zijn uit elkaar. Ben je en Enzo? We hebben elkaar op elkaar. Als jij dat voorgaat, dan hebben we elkaar op elkaar. Kijk je uit? Ja hoor, ik wel. Nou, het is zo, nee, lieve dame, is een keertje lampje uitgegaan. Is het zo? Zo, pats op de grond, op de asfalt. Niet zo leuk, een flinke hoofdvond aan overgehouden, hersenschudding. Blackout, zeg maar. Dus ik loop achter de grond, ineens achteruit stuiven. Ik denk, dat gaat weer de verkeerde kant op. Dus dan steek ik de verkeerde hand uit natuurlijk. Een beetje last van mijn schouder, dus dan is dat minder plezierig voor mij. Maar daar heb ik wel voor over. Toch wel? Toch wel, deze keer. Nou, zeg! Dat is niet leuk, deze nee. Keer, als je valt, heb ik het voor jou. De volgende keer heb ik het weer voor jou, maar dat is een nieuwe val. We zijn lekker aan het grappen en dollen, ja toch? Precies. Daarom. Ik probeer de hele tijd ruzie te maken, maar dat lukt me niet. Ja, doe maar. Kom dan. Kom dan. Durf je wel? Ik wel. Jij hebt meer blauw op straat? Ja. Ik heb meer zwart op straat. Kijk. De spiegel! Joepie. Een beetje spiegelbeeld, maar oké, okay, moet kunnen. Maak het. Helemaal niks. Helemaal niks. Nee, precies. Maakt helemaal niks uit. Precies. Net als... Jou werd gevraagd of je jek wilde uittrekken door bepaalde iemanden. Ja. Omdat jij met blauw zou lopen. Ja. Of jij in dienst was van het BPT op dit moment. Nee. En volgens mij is dat wel een blauw jack, maar van iets anders. Van de Huskygroep. Dat is DHG in plaats van BPT. Ja. Dus. Maar ja, dat wordt waarschijnlijk gewoon niet gezien. Maar oké, maakt niet uit. Dus ach, maak het verder uit. Toch? Ja hoor, wat gaan we doen? Wat gaan we doen, schatje? Gaan hier naartoe lopen, denk ik. Maar wat mij eigenlijk opvalt is dat de VOP's, voorzien zijn van licht, hè, die erg stil zijn s'nachts. Ja. Hoi. Loop nog altijd in de Husky vest. Ja, mensen, in de Husky vest. En de BPT-jasje, dat is het lichter van kleur. Uh-huh. En deze is donkerder van kleur. En dit is de Royal Blue, geloof ik. Yep. Oké. Okay. Zo, en wat ben je nu aan het doen, schat? Een grote puzzel aan het maken van 1000 stukjes. Ja. Eerst even alles organiseren. Alle stukjes van bepaald type bij elkaar. Ja. Andere types ook bij elkaar. En zorgen dat het een beetje netjes blijft. Waar het overzicht blijft. Is dat zo? Ja. Je ziet, uitgezochte stukjes, niet uitgezochte stukjes. Ja, maar dat gaat toch allemaal weer straks zit door elkaar heen. Nou, dan is het uitgezocht. Dat stukjes. Dat is mooi. Hier een groen stukje. En vind je puzzelen leuk dan? Nee, haat puzzelen. Dat zei je met een glimlach. Precies, je hebt me door. Heb ik jou door? Ja, je hebt me door. En sinds wanneer? Sinds volgens mij februari dit jaar. Sinds februari al. Ja. Dat is wel heel lang, hè? Ja, dat, ja. Ja. Ik had jou niet door. Maar ja, goed.
niet. Jij zei bepaalde dingen. Ik dacht, nou, dat neem ik voor waar aan, maar dat bleek niet waar te zijn. Dat maakt het alleen maar makkelijker, toch? Ja, precies. En vond je het vanavond een beetje leuk? Vanavond had ze wel zijn moment, ja. Ja, en met dezelfde haarkleur, hè? Dezelfde haarkleur. Met iemand die eigenlijk niks zei. Nee. En iemand die mij niet aankeek. En iemand die mij wilde spreken, maar niet alleen. Of eigenlijk met z'n tweeën, maar dan toch apart. Ook wel apart. En dan nog iemand en die drinken moest. Ja, die was er ook bij. Zat gewoon niet op te letten. Nee. Ook leuk. Ook leuk, inderdaad. Ja. Ja, alleen niet voor die betreffende persoon. Ja, er zijn dingen die gebeuren gewoon. Daar kan je niks aan doen. Nee, precies. Het zoals het is. Ik was bijna opgestaan om er iets aan te doen. Ah, bijna nog. Ja, het zat maar even. Maar toen klonk een bepaalde stem weer in mijn hoofd van, nee, niet doen. Ja. Het was een mooi bedwingende stem. Ja. Dus dat heb ik daar maar gehoor aan gegeven. Maar de schade bleek gelukkig mee te vallen. En nog wel mee te vallen, Art. Ja, dat is nou jammer. Ja, het is alleen dat het op een bepaalde plek lag. Maar daar zijn hulpmiddelen voor. Laatstelijk ingefluisterd. Ja, dat is toch een bepaalde... Ik ben toch heel netjes als het op een bepaalde plek valt. En het richt verder geen schade aan. Nee. Dan is dat toch goed? Vind je dat? Ik vind het van wel. Is dat zo? Ja, het was waterbruis met muntsmaak. Dat is ook lekker. Hoe weet je dat en dat dat lekker is dan? Want ik wil meer water met muntsmaak gedronken. Alleen niet bruisend. Maar het was wel lekker water. Lekker koel. Dus, lekker koel nog wel. Koel, koel water. Heb je dat zelf nog uit en geprobeerd? Nee, want dat was niet koel meer. Nog niet. Nee, het was zeker warm daar. Ja, dat ging er warmer doen. Af en toe. Ja, precies. En er werden geen zoete broodjes gebakken. Ook dat nog niet eens. Nee, en zeker ook niet over en over de toonbank, of wel? Nee, dat ook niet. Maar wel de thee en de koffie. De koffie, die gingen wel over de toonbank. Ja. Maar je moet zelf even een wat groter kopje pakken. Dan schiet het natuurlijk niet op. Dan krijg je niks. En maar nergens krijg je dan. Nee, precies. Ja. Nou, wat is het verschil tussen blauw en tussen blauw? Ik kreeg vanavond namelijk te horen dat ik, terwijl ik in deze vestje liep, dat ik dus mijn BPT-jasje uit moest doen. Maar dat is deze jasje en dit is een vest. Dus wat is het verschil tussen een jas en een vest en tussen blauw en blauw? De ene is lichtblauw. En dit is Royal Blue. Heel mooi. Van de Husky Groep. Ja. Het logo is ook niet goed zichtbaar. De wat? Het logo is ook niet en goed. En de logo is blijkbaar ook niet goed zichtbaar in het donker. Dus wel, maar oké. Overduidelijk BPT wat erop staat. En bij deze staat er ook overduidelijk BPT. Maar ik laat het niet helemaal zien. Gewoon eventjes alleen deze kant. Ja. Maar wat is het verschil? Ik kan niet meer weten. Jullie wel? Nou, zo ja. Schrijf dan even hieronder. Dank u wel. Nou, ik heb dus vandaag heb ik een link gekregen van mijn broer, Harrit van Beek. Voor een evenement voor alle YouTubers. Ik zal eventjes de link even erbij pakken. Ja, moet ik eerst even WhatsApp zien te vinden. Ja. En dan zal ik hem even zo meteen even laten zien. En wat dat allemaal inhoudt. Dus iedereen die dus aan het vloggen is, et cetera, die kan dus daar naartoe. En dan kan je dus iedereen ontmoeten die dus aan het vloggen is. Kijk, ja, dat is leuk. Kijk, laat ik het zien. Het is een ticket. Een dagticket zaterdag, een weekendticket en een ticket voor een zondag. Nou, het is dan voor een zaterdag €25. Voor een weekendticket is het €35. En voor zondag is het ook weer €25. Nou, en je kan ook met de trein. Ja, de NS. Ja, je kan met de NS. En dat is dan een dagretourtje.
En het staat hier ook heel mooi op dat, dat dit een evenement is voor iedereen die van online video houdt, vloggers, muzikanten, games, nou, et cetera. Dus wil je nou hier naartoe? Ga dan naar deze website. Ik zal even wat anders even die weg doen. Ga naar deze website en je komt erbij. Ik zou zeggen, gewoon nu lekker gelijk de ticket pakken. En wie weet, zien we jouw vlog weer online. En als niet te vergeten, heb jij dus deze video gezien via mijn kanaal. Vergeet dan niet eventjes mijn kanaal te melden. En dat kun je altijd doen via mijn naam te noemen. En mijn naam spreek ik zo uit. Ik zou zeggen, ga je gang. Nou, wij zijn weer lekker bezig met onze puzzelstukjes. We hebben al de deur gemaakt, is dat van? De deur is al weer gemaakt. Ja. De deur in huis vallen. En met, juist. We zijn een beetje gek aan het doen. Moet kunnen. Toch wel. Wat zei u? Het moet kunnen, ja. Dacht het wel. Maar goed. En je ziet jezelf in spiegelbeeld, hè? Dat geeft niet. Je hebt dat wel mooi doen. Ijdeltuitje, ja, hoor. Ja, ja. Ja. Het is hier nog even een bende, maar ik moet even hier opruimen. En daarvoor gaan we dus nog prullenbakken kopen, want we zijn... Wat jullie al hebben gehoord in mijn vorige vlog, ergens, weet ik veel welke, maar dat ik dus aan het scheiden ben. Zoals plastic, karton, papier, et cetera. Dus daar moeten we nog even prullenbakken voor gaan halen. Dus daarom is het even hier een zooitje. En ik heb eventjes mijn jassen eventjes van mijn deur afgehaald, want anders dan kon die niet goed open. Nee. Dus ja, het is even een soortje. Maar bij deze sluiten we wel gelijk eventjes onze weekvlog af. Dus hij komt vandaag of straks, weet ik veel wanneer. Maar hij komt zometeen online. Hele dikke peace. Peace! Karen en Rot.